Ik ben Frank Schelmeijer, 36 jaar oud. Ik werk nu al 15 jaar, 16 jaar op de fotoredactie. Waar ik eerst begonnen ben als stagiair, als fotograaf. Bij toeval ben ik eigenlijk ontstond er plek op de fotoredactie. En dat is een geweldig leuk werk. Ja, ik ben voortdurend op zoek naar wat je niet kent. Dus ik weet, vroeger ging het er echt heel erg om dat je gewoon goede foto's uitzocht. Dus op elke pagina de goede journalistieke foto met alle waar alle ingrediënten in zitten. Maar ik denk dat goede, schuine streep, mooie foto's gewoon minder bijzonder zijn. Omdat die zijn overal om ons heen al. Ik probeer iedere week een serie te maken. En wat ik me altijd in het achterhoofd hou is dat ik iets wil maken wat nog niet echt bestaat. Dat is natuurlijk gevaarlijk, want er bestaat al heel veel. Ja. Maar als ik soms een onderwerp zie en ik ga erop googlen en het bestaat al, dan haak ik meestal af. Maar ik denk eigenlijk niet zozeer dingen. Ik ga meer door het aanbod heen. Er komen zo'n 14.000 foto's per dag binnen. En dan ga ik gewoon doorheen en ik kijk gewoon wat me opvalt. Ik ontdekte bij een paar foto's zag ik dat hij zijn tong uit zijn mond had. Nou, bij één foto was het niet echt een ontdekking, want had hij hem zo ver uit zijn mond dat het was moeilijk om het niet te zien. En toen dacht ik, oh ja, nou, dat is eigenlijk wel een goed onderwerp, John Kerry. Hè? Die reist veel, daar weten we misschien niet overdreven veel van. Laat eens kijken wat ik zie. Dus ik ga gewoon op bezoek op John Kerry. En op een gegeven moment zag ik dat hij nog een tweede keer zijn tong uit zijn mond had en een derde keer. En uiteindelijk dacht ik, ja, het is eigenlijk net een hondje, hè? Ik probeer onbevangen te kijken. Ik denk, wat ken ik nog niet? Wat wist ik nog niet? Weet je wel? Ik weet meer dan een gemiddelde nieuwsconsument, denk ik. En ik heel vaak verbazen mij dingen. En daar sla ik op aan. Dus ik kijk niet zozeer naar wat is een goede foto. Hè? Of wat is goede fotojournalistiek. Bij voorkeur vind ik het prettig als het onderwerp in het midden staat. En de fotograaf afgedrukt heeft. Ik denk dat het onderwerp zelf steeds meer belangrijk wordt. Dus als de krant wil overleven, hè, als je wil dat mensen geld betalen, dan moet je iets bieden wat elders nog niet is. En in de krant kun je dingen laten zien die optimaal werken in een krant. En dat is ook wat ik met die Schelmeijer-index probeer te maken. Ik probeer pagina's te maken die optimaal werken in de krant. En van onderwerpen, en dat lukt niet altijd, maar ik probeer altijd een onderwerp uit te kiezen waar je niet op kunt googlen. Als je erop kunt googlen en er komen allemaal series uit, dan denk ik, ja, dan bestaat het al. Dat hou ik altijd in mijn achterhoofd. Ik wil iets bijzonders maken.